De rode vlag ging goed en dus kindergeschoten weer. Wim werd Schuttekoning. Die vraag werd weer op veel plaatsen gesteld. Ook hier in Bezel. Toch hij deze dag al nog iets anders bijzonders in petto. Vandaag is het koningsvogelschieten van de schutterij van Bezel. Dat gaan we schieten om de nieuwe koning van de schutterij, op de dorpskoning en de jeugdkoning. Het is altijd een spannend moment, denk ik, voor alle leden, toch? Zeer spannend voor alle leden. Tevens hebben we hier vandaag een huldiging van een belangrijk lid van de schutterij, Rob Peters. Die wordt gehuldigd namens burgemeester en wethouder van de gemeente Bezel, wegens zijn uitzending naar Libanon tientallen jaar geleden. Krijgt hij alsnog nu een verdiende onderscheiding. Nou, als erkenning voor al die inspanningen van die mensen heeft de minister van Defensie besloten om een draaginsigne Nobelprijs VN Militaire in te stellen. Het is al een tijdje geleden. Kun je eens vertellen over de periode dat zo uitgezonden was? Ja, het is een erg roerige tijd geweest. Nadat twee weken in Libanon zat, kregen we te maken met de Israëlische invasie. Die zijn toen 30 kilometer in Libanon in binnen gegaan. En daar waren we natuurlijk niet op voorbereid. Daar hebben we ook helemaal geen mogelijkheid om dat tegen te doen. Want er kwamen op een morgen meer voorbij geregeld met de ganse Nederlandse leger toen het die tijd. Dat hield wel in dat er aardige problemen waren met de bevoorrading. Het eten, water en brandstof, dat werden allemaal mondjesmaat aangevuld. Dus we werden eigenlijk al direct op rantsoen gezet. Hè. Een van de bijkomende problemen was, vrij geen contact met Toes. Met Toes front, want de eerste brief die ik ontvangen heb, was de derde brief die mijn toenmalige vriendin toen mee gestuurd had. Dus het heeft geloof ik... Ik heb een anderhalve maandje door voordat ik de eerste contact heb met Nederland. We verzoten dus gewoon door als vredesmissie. We verzoten aan de rand van het Hadad-gebied. Hadad was christelijke milities, die waren eigenlijk op hand van Israël. Maar veel waren dus door als bufferzone om te zorgen dat er geen voornamelijk Palestijnse aanvallen naar Israël kwamen. En door hebben we eigenlijk continu onze patrouilles en waarnemingsposten en roodblokken altijd voor ingesteld om te zorgen dat die mensen geen mogelijkheid hebben om bewegingsvrijheid te krijgen. De komende jaren geen draaksteken, dus misschien een keer door les naar Bezel halen. Dat zijn we nog steeds op plan. We doen dat niet in hetzelfde jaar als het draaksteken. Ook niet 1 of 2 jaar daarna, want dan moeten de mensen van Bezel eerst nog een beetje verdiende rust hebben. Het draaksteek komt voort uit de schutterij, zoals u bekend is waarschijnlijk. Maar over enkele jaren hopen we toch een keer weer het OS naar Bezel te halen. Zo, kijk eens. Ja. Nou, kijk eens, Rob. Ja. Oké. Okay. Ja. Moeilijke omstandigheden en ja, blijkbaar is er een waardering voor. En dat maakt dit wel een feestelijke dag, denk ik. Ja, dat vind ik ook. En hopelijk is er allemaal fijn van genieten. Daarvoor maken we er een hele fijne dag van. En dat zal ze afsluiten met een nieuwe koning. Ja, ik hoop dat het in de buurt blijft met de koning. Maar dat is altijd het lot van de loterij. Nemers kan beslissen bij een koning weer. En dat de beste man mag winnen. Dat met die bijzondere prestatie. Ja? Ja. En dan ga ik nog even verloren.